Zo, kijk eens. Je ziet ook al bijna af, de tegels zitten erop. Ja. Dit is de huidige situatie. Zo is het nu. Dit is hoe ik de komende dag dus waarschijnlijk echt gewoon in mijn huis moet gaan zitten leven, denk ik. Want ja, het kan niet anders. En ik laat dus wel eventjes tijdens het zwart liggen. Ik zit op dit moment, zoals je kan zien, in de auto en ik ben onderweg naar iets om mijn auto weer in te wisselen. Ja, dit klinkt misschien heel stom. Wow, ik zit hier op een hele hobbelige weg. Wow, 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 wow. Rustig. Ik ga namelijk mijn auto nu inwisselen voor iets anders. En dat is dus omdat vandaag de grote dag is dat ik inderdaad mijn vloer eruit ga halen. Het wordt een hele grote klus. Echt, dat is niet normaal. Want zoals jullie weten, ik heb natuurlijk al een aantal wat meubeltjes staan. En ja, ik heb expres nog niet mijn bank laten komen. Want ik kan mijn bank al lang ophalen en hij kan al lang bezorgd worden. En andere dingen kunnen ook al lang bezorgd worden. Maar ja, de vloer moet natuurlijk wel eerst gelegd worden. Want dat is 10 keer handiger. Anders moet je al die meubels nog ook even weer gaan verplaatsen. Dus ja, vandaag wordt een hele belangrijke dag natuurlijk. En ook best wel een lange dag, denk ik. Want ik krijg hulp van mijn ouders. Ik krijg hulp van Karim en van Rick. En ja, van waarschijnlijk nog meer mensen. Dat gaan we allemaal zien. Dus ik ben in ieder geval lekker onderweg naar om mijn auto weer in te wisselen. Ik heb hem net 1 dag terug, want zoals jullie weten, ik heb natuurlijk die Mini gehad. Maar ja, ik hoop dat jullie weer zin hebben in een nieuwe vlog. Ik namelijk wel. Dus doe alvast een blauw duimpje omhoog. En dan ga ik nu eventjes doorrijden. Want rij ik nog goed? Ja. Oké, mooi. Zoals ik al zei, ga ik dus mijn auto omwisselen voor iets anders. En kijk eens aan, ik heb dus dit. Ik heb nog nooit zo'n groot voertuig volgens mij gereden. Dus ja, dat moet wel gaan lukken nu, denk ik. Hier moet achterin wel alles in gaan passen. Dat, als dat niet allemaal gaat passen met mijn vloer, dan weet ik het ook niet meer. Dus dat is hartstikke mooi. Ik krijg deze dus gewoon van hun van Gent. Hier heb ik hem weer natuurlijk gehuurd. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, want hier hebben we toen ook die jacuzzi mee gedaan. En ja, dat was toen ook nog wel een dingetje toen bij de tuin van mijn ouders natuurlijk. Maar ik ga lekker zitten en dan ga ik terug naar huis. Oh mijn god, wat een ding! Oh mijn god, ik heb nog nooit zo'n grote bus gereden. Besef even jongens, jeetje. Oké, dit is even wennen. Het is ook geen automaat natuurlijk. En mijn Range Rover, en eigenlijk heb ik heel mijn leven alleen maar automaat gereden. Ja, ik heb wel natuurlijk mijn rijbewijs dat ik niet alleen automaat rijd, dus dat ik ook gewoon kan schakelen. Maar damn! Dus even wennen weer hoor, zo'n groot ding. Nou jongens, maar ik heb de bus al helemaal onder controle. Tot nu toe gaat alles goed. Ik ben bijna thuis. Ik moet nog eventjes de snelweg af en dan heb ik hem veilig thuis gebracht. Eén ding wat ik me wel afvraag is, waar ga ik dit ding parkeren? Ja. Nou, daar zijn we dan hoor. Daar zijn we dan. Nu nog even parkeren dus. Zo, jongens en meiden, we did it. Even kijken, oh, de deur gaat nog open hier. Ja, ja. Bam, het is gelukt. Ik sta helemaal goed geparkeerd. Ja. Wat? Ja, we lachen een beetje om je broek. Ja, sorry, ik heb even een tokje outfit aan. Te klein, man. Nou, dat is hem. Ja, ik liet hun dus even voor de zekerheid naar beneden komen voor het geval dat hier dus helemaal vol zou staan met auto's. Maar ja, blijkbaar kon ik dus gewoon makkelijk parkeren, gelukkig. Zo, ik kom binnen en what the fuck, kijk eens even aan. Ze zijn er helemaal begonnen zo te zien. Ah, en hier ligt helemaal niks meer. Nou, dit gaat al lekker. Dit ziet er wel even heel anders uit zoals je dit... En later loopt en... Straks zit je op een betonnen vloer, hè? Ja, dat klopt. Nou, zoals ik al liet zien, is dit gedeelte natuurlijk van de vloer dus al weg. Het gaat zo te zien best wel snel. Ik moest even de bus ophalen, dit was allemaal al gedaan. Nu moet de tafel en alle meubels eventjes allemaal hierheen natuurlijk, want ja, dat stuk moet er ook uit. En hier ben ik het ook wel een beetje aan het indelen met spelletjes en zo, want kijk, ik had hier dus, nou, zoals jullie gisteren weten natuurlijk, met andere dingen neergezet. Dit hier. Maar voor de rest zijn al die kastjes nog leeg, dus die kunnen nog allemaal gevuld worden. Hiding in the dark. Nou, moeder, laat zien. Hoppakee. En de volgende. Hoppa, daar gaat het. Oh, en Rick sloopt daar de rest. Ja. Nou, jongens. Ik ga even meehelpen, dus als het oh, goed echt? Is... Kijk, nu doe je nu alsof ik niet help, hè. Ik moet filmen. Grapje. Nee, zeg, leg even tegen de kijkers uit dat ik ook gewoon help. Gio, die is de bus op gaan halen, dus die heeft ook geholpen. Ja, ik wil net zeggen. Ja, nu ga ik dit doen. Nou, tussenstandje, jongens. Hé, hey, kijk even lopen met z'n dingetjes. Deze gaat er nu ook uit. Ik ga deze even trekken, hier. Hoppa. Zo gaat dat. Best wel raar dat het zo makkelijk gaat trouwens. Als je huis leeg zou zijn, had je echt een half uurtje leeg gehad. Ja.
Maar ja, het staat niet leeg. Oh ja. Zo jongens, dit was me toch even een herrie net. En maar kijk eens aan, alles staat hier nu. We hebben nu alleen nog inderdaad, ja, het bad, daar kunnen we het nog niet onderweg halen. In de keuken is het ook allemaal weggehaald. Hier is het allemaal weg. Ja, er ligt hier nog één plankje inderdaad. We moeten alleen deze zwarte ondervloer nog weghalen natuurlijk, maar dat is zo gedaan. Ja, hier moet het nog. En daar wordt geslepen. Hier wordt nog steeds hard gewerkt natuurlijk ook aan mijn toiletkamertje en de badkamer. Want dat gebeurt ook allemaal op dit moment. En die zijn bijna klaar natuurlijk. Bijna kunnen alle meubelen erin, dus dat is echt super nice. Even tempo moeten we nu hiermee maken. Ik dacht echt dat het een hele dag ging duren. We zijn letterlijk een uurtje bezig denk ik. En ja, het is nu al gewoon zo leeg. Kom eens half uur. Hey joh! We zijn net een uurtje bezig. Oké, stop is met mij. Ah, nee joh. Hé, hey, anders flikken jullie gewoon allemaal even mijn huis uit, hè? Weg. Ja, dan geef ik het even. Nee. Nee. Het is me wel weer even een heerlijk weertje vandaag. Dat is wel echt chill. Dat heb ik gemist, dat is niet normaal. Zelfs alle watertaxis zijn weg hier. Zo, kijk eens. Het is hier ook al bijna af. De tegels zitten erop. Het wordt echt heel ziek. Wordt er zo dus allemaal opgeplakt. Kijk, oh. Mijn moeder heeft dus dit meegenomen voor de katjes. Kijk, ze heeft dus deze baan meegenomen. Ja, ze zitten natuurlijk weer hier. Zo, Isha, word je even lekker verwend dan? Ja! Het kopje. Zo droog. Maar dit is nu voor mijn katten hier. Want deze hadden jullie eigenlijk thuis, toch? Ja. Maar jullie katten deden daar niks meer mee. Nee, Abby lag er alleen maar in. Ja. Maar de spelen deden ze niet meer. Nee, precies. Dit is denk ik wel echt de drukste dag zowat qua verbouwing in huis. En dat we ook het meeste, of nou, het grootste resultaat gaan zien. Ook is de vloer natuurlijk eruit, hij komt er vandaag niet in. Maar hè, wel echt een leuke dag zo. Zo, Ivy, wat kijk je boos? Nee. Oh, hij wordt ook lekker verwend. Ja, tuurlijk hè. Vannacht lag hij weer helemaal op me te slapen, zoals elke nacht, hè, Ivy? Ja. Oh, oh, oh. Mannetje toch. Ik vind het trouwens wel heel knap hoe de beestjes, zeg maar, omgaan met de verbouwingen. Want het is elke dag natuurlijk nu, elke dag hier gezeik en elke dag gedoe. Maar ze vinden het zo chill en ze zijn gewoon helemaal in hun element hier in deze kamer en ze klagen niet niks. Dus het zijn echt super makkelijke katten. Want het was natuurlijk nog wel de vraag van hoe gaat het dan straks met de verbouwing? Heel veel van jullie stressen daar ook, zoals over Gio, dat gaat het nou niet doen, maar... Zoals je ziet, ze doen het prima. Nou, we gaan even dus wat eten om even pauze te nemen. Want binnen worden dus natuurlijk nog wat andere dingen gedaan. Waardoor we even niet alles naar buiten kunnen brengen. Hier staat trouwens mijn oude tv-meubel. Want die komt straks iemand ophalen als het goed is. Maar wij kunnen even lekker naar Loetje gaan om even pauze te nemen van alles wat we net gedaan hebben. Ik weet niet of het slim is. Ik zit in de zon. Jullie weten het, ik mag eigenlijk niet in de zon. Maar ja, we gaan het gewoon doen. Jongens, eet smakelijk. Ja. Jij ook, eet smakelijk. Ik heb lekker mijn biefstuk Bali. Ja. Zo lekker dit. Nou jongens, wat we nu gaan doen. Kijk eens aan, de gang gaat nu gebeuren. Zo, hé. Hey joh, hallo. Deze gaat even aan de kant. Oh, nu gaat in één keer dit hele stuk. 3, 2, 1. Hallo jongen. Zo. Oh, we gaan eens wat doen. Sorry. Je voelt niet uit. Kijk dan even hoe lief ze hier liggen, die babytjes. Ze liggen op elkaar. Hé, hey. Oh, wat een cuties zijn jullie. Vermoord je je broertje niet? Wel een beetje uitkijken alsjeblieft, Ivy. Niet Isha vermoorden. Oh, nou, ik laat ze maar lekker slapen. Ze slapen echt gewoon door al dat geluid heen. Want kijk, zoals je ziet hier, ja, is echt de grens. Dus dit is er allemaal uit nu. Mijn vader is ook aangekomen om te helpen. Kijk eens aan. Ik doe wel een beetje het lichte werk, hè? Ja, het lichte werk. Gaat het weer goed met je? Gelukkig gaat het wel goed. Nou, kijk. We zijn bijna klaar met alles naar beneden aan het halen dus ook. Dus we kunnen straks alles wegvoeren en weggooien. En zo ziet het er dus op dit moment nu uit. Ik heb alleen maar dus die zwarte ondervloer hier. En ja, het bad dus inderdaad nog. Maar dat moeten we even op een andere manier zien op te lossen. Dat is even raar. Een heel huis zonder vloer zo. Ik zweer het je, ik heb echt de raarste katten ooit. Welke fucking kat ligt er nou zo te slapen? Nee, het is hier de liefste kat. Nee, het slaat er nergens op. Hier, kijk dan. Stelletje gek, hè? Ik ga de bus halen. Het is tijd om alles weg te gooien. Want dit is het laatste wat nu naar beneden gaat. Op het karretje. Zo, dicht. Chop chop. Chop chop, let's go. Dus, we gaan met z'n drieën op naar het milieupark nu. Alles is weg, we kunnen daar nu alles weggooien. Rixels driver? Tuurlijk! Driver.
Let's go, man. Oh, en dan is gelukkig al de vloer en alle dingen uit de gang en de... Bro, we moeten alles verschuiven. Alles is dan uit de woonkamer. Daar zijn we, kijk eens aan. Het afval. Hoppakee, hier moeten we even alles wegstorten. Wel vers te doen, hebben we dat was gedaan? Ja, dat kunnen we gewoon allemaal zo hoppakee, bam, erin kletteren. Nee. Dit is wel een rare. Hallo. Nou jongens, dit was het dan. Dit waren de 4 maanden met mijn vloer. Ik heb een leuke tijd met je gehad. Daar gaat het. Hoppakee, gooi het er maar in. 3, 2, 1 en... Oké jongens. Het laatste. Ga deze even in gooien. Hoppakee. Oh. Dit is echt zo leuk om te doen. Nou, het laatste. Ja, gooi het. Oh, kijk die gekke guns. Ah, yeah. Oh, die is voor jou, Rick. Ja, deze mag jij doen. Ai, ik neem de eer voor de laatste. Ai. Nou jongens, dat was de vloer. Hij is er helemaal uit. Hoppa. Hey, lekker boys. Yay. Oh, nou dat was heel enthousiast. Het is zo raar om op deze muziek gewoon lekker zeg maar in deze auto te flexen. Hé, maar hij is gewoon airco, je kan gewoon... Ja, nee, maar de bus is super chill, maar deze muziek... We rijden via een andere route naar huis, maar kijk, je ziet nu echt daar zo al de toren staan. Ziet er wel dik uit. Ik heb dus nog nooit van mijn leven op deze weg gereden en dus ook nog nooit vanaf deze kant zeg maar de toren gezien. Damn, dit ziet er echt heel mooi uit. Ik wist niet eens dat het zeg maar bestond, deze weg hier. Fucking ziek zo, om het zo te zien. Zo, wij zijn terug. We gaan weer mijn auto ophalen, zoals je ziet. Die gaan we natuurlijk even meenemen. Dus Rick gaat even inparkeren hier achter, gewoon naast mijn auto. Zo, morgen hebben we hem als het goed is dus weer nodig. Maar we gaan wel gewoon met mijn eigen auto naar huis dus. Hé, hey, lekker man. Dat busje past wel bij jou. Eerlijk? Ja, past wel echt bij jou. Goed. Ja, ik vind dat je dit als je auto moet kopen, man. Wezen. Eerlijk, stel je voor, je rijdt altijd zo'n auto. Stel je voor. Dit is de huidige situatie. Zo is het nu. Dit is hoe ik de komende dag dus waarschijnlijk echt gewoon in mijn huis moet gaan zitten leven, denk ik. Want ja, het kan niet anders. En ik laat dus wel eventjes tijdelijk dit zwarte liggen. Maar ja. Denk nog een beetje. Dit is hoe het nu eenmaal moet gaan de komende dagen. Wachtend op mijn vloer en ja, dat die gelegd wordt. Ik ga het jullie laten zien, want zoals jullie weten is eindelijk mijn badkamer tenminste bijna klaar. Kijk, let op. Dit is de toiletkamer en oh mijn god, hoe ziek ziet het eruit. Ik heb alleen nog geen licht, want ja, de lichtknop is nog steeds footsie. Die moet nog even erop gemaakt worden, maar check hoe dik dit eruit ziet. Die klippertjes gaan er natuurlijk ook nog steeds af, maar damn. Dit is gewoon, ja, bijna het eindresultaat. Er komt wel nog een nieuw toilet en die wordt nog vervangen natuurlijk. En ja, met licht ziet het er ook al 10 keer dikker uit, maar hoe lijp is het? En als we dan verder lopen, de badkamer is namelijk ook helemaal klaar met betegelen. Het is namelijk vandaag vrijdag en na het weekend gaan ze dus alle badmeubelen er weer in plaatsen. Let op. Dit is dus hoe de badkamer is geworden qua tegels. Fucking ziek. Met deze muur dus. Wat ik had laten zien op natuurlijk de plaatjes. En ook in de winkel toen ik met de vlog daar langs ben geweest. Voor als jullie dat gezien hebben. De vloer ligt wel echt vol nog met stof. Maar dat gaat allemaal weg. En ja, voor de rest wordt dus natuurlijk nog alles geplaatst. WC, badmeubel, bad zelf, douchewand, douche zelf. Maar kijk even hoe ziek. Het is zo gaaf geworden. Ik ben er zo blij mee. Het is natuurlijk nog niet het eindresultaat. Dat komt bijna. Dat komt dus echt over een paar dagen. Hoe lijp is het geworden? Kijk dan, deze stijl, ik ben zo blij hiermee. Echt, het ziet er zo dik uit met die tegeltjes hier zo. En dan kan je daar straks lekker douchen, hier natuurlijk lekker je tanden poetsen. En gewoon, ja, de spiegel die daar dus komt. Ik kan er nu ook gewoon in lopen en, oh, het is zo gaaf om het nu gewoon eindelijk in het echt af te zien bijna. Echt, ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie er ook van vinden. Ik ben er heel, heel blij mee. Nu is er alleen dus nog een idee opgekomen. Wow, jezus, ik schrik me dood. Wat doe jij nou? Er is nog een idee in ons opgekomen en dat is dus... Eigenlijk zei de man die dus ook alles heeft verbouwd, die zei dat dus. Ik heb namelijk heel veel van dat steen over. Kijk, echt, ik heb dus dit nog over. Ik heb hier nog echt iets van 8 dozen over. En hij kwam dus met het briljante idee eigenlijk... om het dus zeg maar
hier achter de tv-meubel te hangen. En dan ziet het er echt super dik uit natuurlijk. Past ook precies goed bij die kachel, ook als die aanstaat. En nou ja, het past gewoon precies bij de muur. Want ik heb overal witte muren. En nergens in het huis is er een andere kleur muur. En hij zei, met die tegels kan je echt een zieke sfeer creëren. Dus ja, we hebben het toch allemaal over. Dus waarschijnlijk gaat dat ook nog eens gebeuren. Dat zal echt, echt heel dik eruit zien natuurlijk. Daar kan ik echt niet op wachten als dat zeg maar ook gaat gebeuren. Dus dat is een ding wat eigenlijk helemaal niet op de planning stond. Maar nu staat het dus misschien wel op de planning. En gaat het dus waarschijnlijk ook allemaal door. En dat ja, maakt het natuurlijk nog 10 keer dikker hoe het eruit ziet. Maar ja, het is nu een bouwval. Het is fucked up allemaal, we weten het. Maar zoals jullie weten, er is dus wel echt verschil aan het komen. En eindelijk na al die maanden gebeurt het. Eindelijk na al die maanden zijn we ermee bezig. 2 hours later. Het is donker. Helemaal donker. En ook de vloer is donker. Ja, jullie weten het. Het hele huis is dus gestofzuigd, opgeruimd. En ja, nou ja. Dit is het dus nu. Het is natuurlijk niet te vergelijken met de echte vloer die erin komt. Die dus aankomende dagen gelegd gaat worden. Dat is deze dus, zoals jullie weten. Dit gaat gelegd worden door het hele huis heen. Dus dat is ja, natuurlijk veel mooier. En hier zie je het precies naast de oude vloer liggen natuurlijk. Wat ik ook nog samen met de anderen gedaan heb is dit. Kijk, hier in de studiokamer is ook de vloer al weg. Het zit alleen nog daaronder. Maar ja, dat is het laatste stukje wat we er dan uithalen als zeg maar, ja, heel de vloer gelegd wordt. Dus, dat is mijn vader. Die komt terug. Maar alles is hier dus ook leeg. En de katjes kunnen eindelijk weer eruit gehaald worden. Zo. Hallo! Oh, ik dacht dat het papa was! Sorry, heb jij geen geduld? Nee! Hallo! Mevrouw komt uit Londen hoor. Hallo! Mel! Oh. Ik sloeg het behoorlijk in de ogen. Kom eens kijken, wat vind je van de badkamer? Kijk! Oh, wow! Ziek hè? Nice! Wat vind je ervan? Ja, mooi! Ja hè? Ja! Het is echt heel anders. Heel anders hè? Ja. Het is wel nog stoffig, maar dat wordt nog allemaal geregeld. Maar dit zijn echt je tegels. Ja, 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 ja. Iedereen is de deur uit. Ik ben ontzettend moe, want ik ben natuurlijk vroeg uitgegaan vanochtend. Ik heb dit trouwens net nog gekregen van Jade, oftewel, nou ja, die kennen jullie denk ik wel natuurlijk. Poesjes, ze zijn dus helemaal dooi op. Het is dus een laserlampje en het is echt super grappig. Ik weet alleen niet waar ze nu zijn, want waarschijnlijk zitten ze hier dus ergens weer te schuilen. Hallo? Waar zijn jullie als ik jullie nodig heb? Poezen. Oh, 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 daar kwamen ze ineens. Hallo. Boys, kijk eens. Kijk. 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 Ja. Oh ja, ze hebben net eens de hele tijd mee gespeeld. Dus waarschijnlijk zijn ze nu wel een beetje klaar mee. Oh. Ja, ik denk dat hij het nu een beetje opgeeft. Oh, of toch niet. Toch niet. Kijk. Ja, 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 ja. Ja. Hij was net heel enthousiast ermee. Maar nu is hij denk ik een beetje moe. Want ik heb hem net helemaal doodgemaakt. Maar dit is wel echt een leuk speeltje voor ze ook, dus. Ja, 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 ja. Wow, wat een snelheid. Oké, 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 rustig, rustig. Kijk uit, dit is het. Ah! Ah! Dit is het baasje, kijk uit. Nou, in ieder geval jongens en meiden, ik ga heerlijk mijn bed in. Dit is nu het eindresultaat voor vandaag, zoals jullie weten. Er valt niet meer over te zeggen. Het is, ik weet het, een hele grote puinzooi en het is echt een bende. Maar ja, hè, ik heb het nou eenmaal zo liggen en ja, het kan eventjes niet anders. Ik ga lekker slapen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je het leuk. Vergeet om hieronder natuurlijk te abonneren op mijn kanaal en om de blauwe duimpje hoog achter te laten. De poesjes ga ik lekker mee naar bed nemen. En dan zeg ik nu tot de volgende vlog. En later.